Middenstad. Hey, goedemiddag Marie. Je ziet er goed uit, man. Hebben jullie je sneeuw daar? Ik wel in ieder geval. Het is heel aangegaan sneeuw, ja. Maar ben jij al buiten geweest, Jan? Nee. Nee? Nee, rekenbeentjes komen niet buiten. Dat is niet handig. Nee, nee. En zeker niet bij ons, hoor. Er ligt echt zo'n 20 en zelfs tegen de deur aan. Dus, Wauw, je bent echt letterlijk ingesneeuwd. Ja, dus en ja. Dus ik bekijk het nu vanaf boven. Dat vind ik ook wat hebben. Ah ja, met chocomel in de hand of glue wine. Ja. Ben je meer van de chocomel of de glue wine? Nou, echt soep. Soep, echte soep. Oh ja, snecht. Ja, toch? Ja, ja dat hoort bij dit weer. Het is jammer maar dat het is al prachtig om te zien. Het is prachtig om te zien, echt. Het is absoluut mooi om te zien, vooral als je binnen zit, toch? Ja. Ja. En hoe plaats jij dan met die sneeuw? Nou, ik ben nog nooit zo blij geweest dat ik zo'n groot voorwiel heb. Het is een beetje moeilijk uit te leggen zo voor de webcam, maar je hebt zeg maar, ik denk dat rolstoelgebruikers me wel gaan begrijpen. Je hebt een groot wiel wat ik zo aan de voetenplank kan vastklikken. Ja, het vijfde wiel. Die dan de twee kleine voorwieltjes als het ware opheffen, omhoog werken, zodat je veel minder weerstand hebt. En dan kun je dus aardig door de sneeuw ploeteren. Het is wel dat ik voel mijn handen eigenlijk niet meer. Ik ben net naar buiten geweest en ze zien er ongeveer zo uit. Nou, het valt ja, je mag ze ook wel eens wassen. Ja, precies. Oeps. Snel uit beeld. Dus nee, maar ik wilde natuurlijk weer snel binnen zijn om op tijd te zijn bij jou, Jan. Dat begrijp je. Ja, nee, dat snap ik. Maar je hebt meer levenservaring dan ik, laat ik het vriendelijk zeggen. Je hebt vast nog wel een sneeuwanekdote uit grootmoeders doos. Oh ja, zeker, zeker. Nou, wat ik echt geweldig vind, kijk, ik breek makkelijk wat, hè. Dat weten sommige mensen wel, maar zeker als kind. En ik mocht natuurlijk als sneeuw eigenlijk niet naar buiten van mijn vader en moeder. Nee. En toen hadden ze het volgende bedacht, dan brengen we de sneeuw er binnen. Nee, dat meen je niet. Ja, serieus. En dan haalde alles een bak van buiten vol met sneeuw. En dan kon ik dan met mijn poppetjes en mijn autootjes in spelen. En tegen de tijd dat het een beetje begon te dooien. Wat relatief snel is. Naar buiten, en dan ging ik weer naar buiten. En daar werd het dan weer verder bevroren. En de volgende morgen kon ik schaatsen met mijn poppetjes op het ijs. Dus de sneeuw werd letterlijk voor je naar binnen gehaald. Ja, het was gewoon, en ik moet je eerlijk zeggen. Toen als Jeske op een gegeven moment ook een keertje aan de katrollen hing, heb ik hetzelfde gedaan. Toen heb ik de sneeuw ook naar binnen gehaald. Maar het was wel heel leuk, weet je wel. Want ik kon eigenlijk wat ik normaal gewoon op mijn blad deed. Want ik had zo'n blad op mijn bed altijd liggen. Dat kon ik dan met sneeuw. En weet je, het ging ook vrij lang goed. Hè? Want ik bedoel, op mijn slaapkamer, dat was nog in Dordrecht. Daar zat natuurlijk geen verwarming in. Dus de ijs stond sowieso op de ramen. Maar in mijn slaapkamer hadden ze ook nog de douche gemaakt. Met een uitgang naar buiten. En de wasmachine stond er. Dus ja, dat waren toch wel andere tijden, kan ik je zeggen. En dan kwam de wijkzuster, die kwam één keer in de week om mij te wassen. En dan haalden ze me uit het corsetapparaat, zal ik zeggen, want dan had ik dag en nacht aan in die tijd. En het was hartstikke koud. Het had mijn vader een elektrische lamp geregeld. Weet je wel, zo'n... Zo'n groeilamp. Ja, dat was ja, en nou ja, op die manier kwamen we de dagen door, zal ik zeggen. Maar smolt de sneeuw dan niet echt in 3 seconden als het voor je naar binnen werd gebracht? Nee, echt niet. Je probeert maar. Ah ja. Kijk, je moet natuurlijk niet in een al te verwarmde kamer hebben wat we tegenwoordig hebben. Maar in die tijd ging dat best wel goed. En hoe was dat in de tijd van toen je bij instellingen zat? Want je hebt in de tijd natuurlijk als kind in instellingen gezeten. Was dat dan joepie naar buiten iedereen? Want het sneeuwt en dan worden dan echt binnen gehouden. Nee, dat was geen probleem. We moesten zelfs naar buiten, anders we moesten naar school. Oh ja. Hè? Dat soort vervelende dingen. Maar goed, er was voor ons geen reden om dan niet naar school te gaan. Maar ik had een mazzel, ik had een Roadmaster. Ik weet niet of je die nog kent. Hè, maar een soort perlwagen. En mijn vader had een soort crossbanden georganiseerd. Dus ik baggerde zo door al die sneeuw heen. Dus dat was mij geen probleem. Ja, ja. Moet je zeggen.
Maar je hebt geen herinneringen aan sneeuw met sneeuwballen gevechten. Of dat, je hebt vooral herinneringen Ja, dat je. nee. Ik was meest degene die sneeuwballen gooide. Dan zei ik natuurlijk, ja, ik breek makkelijk, dus niet te hard gooien. Zoiets, ja. Zo maakte je weer Maar, geliefd. ja, maar ik moet je eerlijk zeggen, ik ben in 2000 of zo ben ik naar Japan geweest, naar de Winterspelen samen met Erika Terpstra. En toen dacht ik wel, jeetje, hoe ga je dat doen? Want toen ligt de sneeuw zo'n meter, een meter dik, hè? Ja. En toen heeft Rossus Nijmegen, mijn leverancier in die tijd, die heeft twee skietjes voor aan mijn voorwielen gemaakt. Nee, echt waar. Dat Ja, kan gewoon. ja. Skietjes En aan je stoel. ja, je kunt ze ook krijgen voor- en achterwielen, maar dat vond ik een beetje link. Dat zag ik zelf niet zitten. Ik dacht, ik kan laatst los en dan. Hè. Ik bedoel, ik was toen met Dan glij je kamerleden. omlaag. Ja, Ja, dan. ik was toen met een aantal kamerleden op pad. En als ze me de trap op moesten helpen met tillen, zeiden ze onderweg van op wie stem jij? Dus ik dacht, nou, als dat soort lui achter mij staan bij een helling, laten ze me gaan. En Ik dacht, dat, dat gaat me niet gebeuren. maar dan kon je gewoon rijden met je wielen en dan had je de vooraan Ja. had je skis. Ja, want weet je, dat is ook het nadeel. Je voorwiel zakt natuurlijk altijd weg in de sneeuw. Ja. En je achterwielen, daarmee heb je toch wel het gevoel, in ieder geval, dat je wat kan doen. In ieder geval dat je iets kan tegenhouden. Ja, Ik bedoel, als ja, je echt een steile helling afgaat, hoe moet je dat niet proberen? Maar wat me wel ongelooflijk verraste in Japan. Japan is natuurlijk veel meer gewend aan sneeuw. ja. Maar daar hadden ze echt de meest fantastische uitvindingen. Zoals. Ze hadden daar een soort rupsvoertuig en daar kon je zo met de rots op rijden. En zo'n Japaner die zat dan achter je met achter de stuurknuppel en die kwam dan echt. Op een gegeven moment ging er een hele steile helling naar beneden. Steile, echt zo. Ik dacht, ik ga dood. Hè? Ik bedoel even. Maar wat gebeurt er? Dus ik zal het even proberen visueel te maken. Doe dat. Kijk, ik zat hier dus op, hè, Iets op dat hoger, Jan. Iets vaartuig. hoger. Iets hoger. Ja. Het Ja, vaartuig zelf. perfect. Ja, Kijk, juist. zat op dat vaartuig. En nou, hier zat ik en hier zat die andere. En wat gebeurt er? We gaan die helling af en dat ding gaat zo. Dus ik bleef keurig netjes recht. Echt geweldig. Ik was helemaal verbaasd gewoon dat dat kon. Dus het was een prachtige uitvinding. Maar je Ja. zag er ook allemaal van die Nissan Sunnies met rupsbanden eronder, weet je wel. Ik moest in Volledig Japan voorbereid. en dat zie je dan ook, hè, in landen als Zwitserland ook. Ja, daar hebben ze gewoon veel meer mogelijkheden natuurlijk om het sneeuw daar gebruik van te maken. Ja, Dat ja. aparte rolstoelen hebben en ook van die rupsbandvoertuigjes. Ja, ik heb ook wel eens echt rolstoelen gezien met inderdaad van die complete rupsbanden die je dan, ja, het zijn gewoon een soort mini-tanks eigenlijk. Ja. Maar daar heb ik me nooit echt enorm toe aangesproken gevoeld. Ik geloof dat dat ding ook €5.000 kost of zo, als je Nou, die. ik heb er één keertje in gezeten op supportbus. En dat was toch wel aardig spannend, moet ik hier Ja, zeggen. was toch wel verleid om zo'n tank te halen, of Ja, niet? ja. Ja, maar Ja, weet je hebt er ook je. een legeroutfit voor, hè? Die is Ja, toch wel goed. ik miste alleen het geweer voorop. Ik bedoel, Het is soort, als een soort James Bond villain zo'n ding zit. Nou, je zou er echt een James Bond film van kunnen maken. Maar dan aangepast Ja, aan ons. ja, Nou, wie weet ze nog niet even de toekomst. Maar hoe is dat voor jou? ik heb een hekel aan sneeuw. Ik kan er ook, ik kan er achter het glas van genieten met een chocomel in mijn hand. Maar ik heb altijd tegen mijn vrienden gezegd, ik heb geen winterdepressie, maar ik heb wel een sneeuwdepressie. Ik zie de wereld letterlijk kleiner worden. En vooral als het dan zo, het sneeuw zelf is dan niet zo erg, maar het moment dat het weer gaat smelten, dan verandert de wereld gewoon in één grote validistische Morgen. horror. Ik heb al een hekel aan stranden, maar dan is gewoon alles een strand geworden, als het ware. Dus ik heb er nooit zo enorm. Ik heb nooit heel erg de sneeuwromantiek begrepen. Behalve dan
de prachtige plaatjes die mensen schieten van de maagdelijke sneeuw. En er is natuurlijk de beroemde anekdote dat mijn broer mij altijd vastzette in de sneeuw in de rolstoel. En vervolgens begon te bekogelen met sneeuwballen, omdat hij dat het recht vond van grote broer zijn. Dus dat zijn de herinneringen die ik heb van... Een klein jeugdtrauma. Nou, weet je, ik merk echt dat onze kijkers ook heel verschillend reageren. Want kijk, voor een aantal zijn is er echt een probleem, hè, omdat bijvoorbeeld de zorg niet komt. Ja. Of dat de busjes niet rijden. Hè, nee. Dat ze er toe moeten. Anderen vinden het weer geweldig. Die gaan, zag iemand die zelfs in de sneeuw ging liggen. Dacht, dan heb ik toch liever warm bad. Maar ja, ieder zijn... Dat is een ding, hè? Ja. Ja. Ieder zijn ding. Ja. Nee, maar ik ben ook wel benieuwd. Misschien moeten we... Of ik zou je ook graag willen vragen, überhaupt, als mensen kijken, hoe reageren jullie op sneeuw? Want er zijn inderdaad twee partijen in. En ik heb ook wel heel veel behoefte aan tips hoe je in godsnaam met deze sneeuw moet omgaan. Glühwein vind ik nog altijd de allerbeste tip. Ah, wat goed van je. Maar ja, helaas kon die nou weer niet halen, want toen kunnen we niet in. Ja. Te laat. Ja, te laat. Ja, precies. Nou, ik heb zelfs een vriendin, Sandra Zwageman, en ze kijkt regelmatig naar ons. Die is helemaal naar Zweden afgereisd omdat het zo gek op sneeuw is. En dat snap ik dan weer niet, maar goed. Leg uit, Sander. Ja, leg uit, ja. Sander. Heel goed. Tot morgen, of nee, wat zeg ik nu? Tot volgende week, Jan. Tot volgende week. Doei. Tot volgende week, dankjewel. Doei.